Ja, ja. Hier sta ik dan, voor het beste gebouw van Nederland. Het station in Breda. En daar mogen wij als Bredanaars best trots op zijn. Maar wat vinden wij Bredanaars eigenlijk van het station? Dat is de vraag van vandaag. Nou, de eerste indruk, ik ben er nog maar net. Ik ga straks kijken, wij zijn 5 deskundigen. Dus als u daarna met ons gaat praten, krijgt u een gefundeerd beeld van ons, van mij. Ik vind het wel, ja. Eigenlijk wel. Want ik kom hier zo vaak, het is altijd leuk, fantastisch, mooi pand ook, zeker. En het is gewoon heel mooi. Nou ja, ik kom zelf uit Rotterdam, dus ik vind, het is een mooi gebouw. Maar Rotterdam Centraal is toch wel een stukje mooier. Het beste, dat zou ik niet zeggen. Kan ik niet beamen, maar het is wel hartstikke mooi opgeknapt. Ja. Ik vind het een heel mooi gebouw. Het bijzondere is dat het ook over een spoor is gebouwd. Want dat mocht in Arnhem bijvoorbeeld niet. Maar voor de rest, het ziet er allemaal mooi afgewerkt uit. En er zit ook een mooi ritme in. Niet op alle fronten. Kijk, dat het... Die zijde en deze zijde, dat er een doorgang is gekomen en dat die wijk opgepimpt is, dat vind ik heel goed. Alleen ik vind het gewoon een heel lelijk gebouw. En de ingang zit daar en daar is de mooie allee. En daar kom je in een donker gat. En ik hou niet van de marmer allemaal wat erin. Ik vind het heel groot. Ik zat meteen al te kijken toen ik aankwam, waarom zou dit nou het beste gebouw zijn? En ik heb het nog niet gekozen. Ik heb wel heel veel ruimte gezien. Heel, heel hoog, heel laag. Klein detail heb ik gezien vanuit de aankomsthal, dat ik daar opeens boompjes zag staan boven. Toen dacht ik, nou dat ziet er goed uit, dat kan wat worden. En dat doorzetten van dat soort element in zo'n strak groot gebouw, dat mis ik nog. Ik zie hier al wel meteen heel knap metselwerk. Maar ik moet het allemaal nog zien. Nou, als ik het zo zie... Kan ik het me niet voorstellen. Er zijn wel mooiere gebouwen in Nederland. Toch?